was niet alles beter? Dat was de harde. Nou, als je nou s'avonds de straat op gaat, dan ben je bang. En vroeger liet je de deuren allemaal open. Dus wat dat betrof, was het erg. Heel erg, jongen. Zit maar blij dat je neem die niet geboren ziet. Ben ik ook. Ja, ja. Dat is inderdaad een feit. Het valt me op dat tegenwoordig de kinderen niet meer spelen zoals wij vroeger speelden. Wij gingen touwtjes springen en knikkeren en verstoppertjes spelen in de velden. En in die korenschoven gingen we zitten. En ik denk dat het in de stad moeilijker is als op een dorp. Mocht je in bad in de keuken en er werd zijn tel neergezet en iedereen moest in om de beurt en de water er werd weer buiten op steen gegooid, want er mocht niks verloren gaan. Zet maar af. Zet maar af. Meisjes toch giftige stoffen bij, die ademden ze in. En ze hadden dan wel maskers, maar die maskers die werden niet gebruikt. Onderwijzeressen, als die gingen trouwen, moesten ze ophouden met werken. Dan mochten ze niet meer op school staan. Toen werd het zwart, hier het water bijgegooid. En dan ging het weer verder. Jongen, het was dus hygiëne. Werd er niks? Er wordt weinig aan gedaan. Niks. In slecht, water, heel slecht, heel slecht. Er was nog geen stromend water, of niks? Er was nog geen stromend water. Was, nee, gewoon een maar emmer. Die werd er gepompt en dan werd dan hier het gemaakt. En dan wordt er weer bijgegooid, want dan mogen we niet te veel water kosten, want ja, het ging niet. Dan was de put leeg. Het ging gewoon weg, nee. Nee. Ja, het was schromend. Dat moet ik zo maar zeggen. En was met zo'n ijzeren rekje? Hè? Wasbord? Ja, die heb ik nog opgewassen. Ja? Ja. Die heb ik nog opgewassen. Dat was mijn eerste was. Op een bord. Ja. En dat duurde heel lang. Hè? Duurde dat heel lang? Heel veel uren wassen? Ja, die was wel zuiver, want het wordt goed geschroomd, hè. Ja. Het was wel zuiver. Maar het was geen... Het was niks, hè. Nou, op stap gaan mensen al dat ze elkaar naar bed moeten gaan. Dus wat dat betrof, was het erg. Heel erg, jongen. Zit maar blij dat je neem die niet geboren ziet. Ben ik ook. Ja, ja. Dat is inderdaad een feit. Ja, en op... Een seksgebied vind ik het nu helemaal niet goed. Zij mochten in het begin ook nooit geen groente kweken in die tuintjes, want daar zaten die gifdelen. Nou, op stap gaan mensen al dat ze elkaar naar bed moeten gaan. Die werd niet voorgelegd, die moest overal zelf maar achterkomen. Die wachten echt tot ze getrouwd waren voordat ze seks hadden. Dat kan ik ook niet helemaal goed vinden. Maar dat was echt, als je ging trouwen, dat was ook echt de eerste huwelijksnacht. De huwelijksvrouw, dat ik zou nimmer weten, dat gewoon zwemmen. Ik zou het echt nimmer weten. Maar ja, het was helemaal anders, op zijn boerenfluitjes. Condomen, dat kon je, dat kende je niet. Of als ze er waren, dan durfden ze niet te halen, of je kende ze niet. En er waren ook kinderen, de pil was er toen niet. Dus het was een heel andere tijd. Er is ook te veel seks op de televisie te zien, en vooral voor de kinderen die nog te jong zijn en die meenen allemaal dat het heel normaal is en dat het allemaal moet, dat ze er anders niet bij horen. Dat was de harde. Het was anders, ik kan niet zeggen dat het allemaal beter was, maar het was anders. De kinderen, ook de baldadigheid, dat was ook anders. Dan was ze een belletje strekker, hadden ze de grootste lol. Maar nou zijn het andere dingen die er allemaal gebeuren op straat.
Dus dat was, het was veiliger met alles. Dan kun je zeggen dat alles beter was, maar het was anders allemaal. Toen ik later school, die andere jongens die hadden boter op suiker en ruilde die en die nam dan de spijkernaals gezout en ik had de boter met suiker. Het waren allemaal mensen die een boerderij thuis hadden. Die hadden paard en de koeien. En dan gingen ze voor de middag gingen ze werken bij de zinkfabriek. Dan hadden ze een vast inkomen. En na de middag hadden ze een boerderijtje. Die ertsen, wat niet verbrandde, dat waren eigenlijk ja, ertsen. Daar werd rond de zinkfabriek alles mee aangehard, noemden ze dat. De wegen, die waren van zand. Vroeger hadden we zandwegen en die werden voorzien van die ertsen, zwarte ertsen. En daar zitten ze nog mee. Dat was neemt de haarden. En geeft alleen een soort chloorachtig, waardoor er heel weinig groeit. En als het groeit, dan wordt het binnenkort keer wordt het bruin en heel en bruin. Ja. Die gaatjes in die longen werden steeds groter door de ouderdom. Maar ja, het waren goede mensen. Echte goede mensen.